Oké, Jeroen, nu krijg je nog een videootje van hoe Portugal ook is. Dat is vanuit mijn keuken. Dus hier het balkon. Ja, het balkon. En dan is dit. Even die handdoek even weg. En dan is dit dus. De stad. Er zijn alleen maar gebouwen en ook s'avonds. Al die Portugezen, waar nu al de luikjes van dicht zijn, hebben allemaal honden. En beginnen ze ouders vaak te blaffen, joh. Jezus, ik had die oordopjes in eerst, maar ik kan er nu dan nog wel een klein beetje. Ik ben er nu aan gewend geraakt. Hè. Ik zit hier nu een maand, dus dat mag. Hè. Zie je dat? Gebouw hebben ze er even tussen gefrummeld. Er kunnen straks lekker 50 mensen in wonen, weet je wel. Ook weer met 50 honden. En dat is dat zijn de buren hier beneden. En in dat kleine bijgebouw daar, daar zitten kippen. Dat is heel leuk. En 's morgens beginnen ze beginnen ze praten met elkaar. Ja, leuk geluid. Ja. Ja. Onderburen. Meubelsetje. Kunstgras. Ja. Dus. En zon, hè. Weer zon. Nou ja, het is 10 minuten lopen van het strand, daarom ga ik vaak even een rondje doen. Dat ziet er nog wel fatsoenlijk uit zo. Nou, heb je dit ook weer eens gezien. De groen, oei. Ik ga zo met mijn auto naar de garage. Ik had een huurauto. En ik had mijn eigen risico natuurlijk niet afgekocht, want het kostte geld. En ik had schade gereden, dus ik heb nou een Portugees gevonden die kan wat lakschade herstellen als het goed is. Maar hij spreekt geen Engels. Dus zijn vrouw gaat mee. We hebben afgesproken bij de Jumbo supermarkten. Goed. Nou, dat was eventjes over het wel en wee in Portugal. Ik ga je zien. Bye bye.